De lidstaten onderhandelen tot laat in de avond met Turkije over een oplossing voor de vluchtelingencrisis. Kern van het plan dat Ahmet Davutoğlu, de premier van Turkije, gisteren meenam, is dat Turkije bereid is om alle migranten, dus zowel de Syriërs als de niet-Syriërs, om die terug te nemen. De Europese Unie zou dan vervolgens voor iedere teruggestuurde Syriër, een andere Syriër moeten opnemen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel spreekt na de top van een doorbraak als de deal in werking treedt. Dieser türkische Vorschlag van premierminister vorbereitet is een Durchbruch, wenn er realisiert wird, um sozusagen diese Kette aufzubrechen zwischen dem hineingehen in ein illegales Boot und als Ergebnis dann den Aufenthalt in Europa zu bekommen und der Durchbruch dazu auf zu einem legalen Weg zu kommen. Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk gaat samen met de Turken de voorstellen verder uitwerken voor de volgende top. Het is vooral een politieke deal die Turkije en de EU hebben gesloten. Een deal die op termijn moet leiden tot de opdroging van de vluchtelingenstromen. Over 10 dagen weten we of dat lukt, want dan moeten de details van de afspraken zijn uitgewerkt. Maar zoals met veel afspraken in Brussel, the devil is in the detail. Jos Heijmans, RTL Nieuws, Brussel.